Vicepresident Ronnie Brunswijk wilde zijn mening niet kwijt ten aanzien van de recente ontwikkelingen binnen de gelederen van de Nationale Partij Suriname NPS. De Groene Partij stapte vandaag uit de regeercoalitie. Brunswijk sprak journalisten vandaag voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering. Brunswijk merkt op dat hij graag heeft dat de regering haar termijn uitzit en het volk betere tijden tegemoet ziet. Hoi, voor mij ben ik het verkeerd adres. Zij gaan buigen, ik weet niet wat de probleem is. Maar wat vindt u ervan dat nu de coalitiepartner praat dat ze nog niet tevreden zijn met de coalitie? Ja, ik heb het niet gezegd, ik laat het voor de NPS. Ja? Ik heb een vraag in de gemeente, maar ik heb een vraag. Ja, hier hebben we behoefte om ook nog te gaan praten over hun eigen positie binnen die coalitie. Nee, we praten over positie. Ik denk dat de regeerperiode afrondt. Ja, dat ik probeer te doen. Om dit af te ronden. Ja, toch, omdat ik heb al gezegd dat wanneer tijdens de aantreden van deze regering hebben we het volk beloofd dat we beterschap gaan krijgen. Maar tot nu toe hebben we nog geen antwoord daarop. Brunswijk merkt verder op dat de regering zal blijven doorbijten en stelt dat er hoop en geloof is dat Suriname meer inkomsten zal binnenhalen. Met de nodige inkomsten moeten de problemen die er heersen worden opgelost. Maar het is hard nu en dat zien we allemaal. En vandaar dat ik zeg, ik ben over karakter toe door aan één streep. En we zijn nu in de tweede helft. Ik hoop dat er verandering komt, zodat we het pootje volk ook aan het oog toe. Dat we alleen maar van het volk nemen. Maar ik hoop dat er een moment komt dat we echt zo draai en dat het volk weer wat terugverdient van deze regering. Brunswijk zegt dat wat betreft de aangekondigde straatacties van 17 februari hij geen oplossing ziet in het op straat komen. Hij stelt dat er samen bijgedragen moet worden aan de oplossing van de problemen door de koppen bij elkaar te steken. Hij stelt dat de groepen die klagen ook oplossingsmodellen kunnen aandragen.